vind altijd net als met wijn en kunst. Je vindt het mooi en dan hou je ervan. En als het je niet aanstaat, moet je er ook niet naar kijken. Het moet je pakken. Kunst moet je overvallen. Daarvoor moet je een kunstenaar zijn met zeggingskracht. Wat vindt Middelbeek wat Peperkamp te vertellen heeft en waar komt dat vandaan? Uit zijn ziel. Al 40 jaar lang. En dat komt uit zijn tenen en uit zijn vingers en uit zijn hart. En dat doet hij met de schilderijen die hij nu maakt. Dat heeft hij met dit pand gemaakt. Alles wat hij aanraakt gebeurt met zijn ziel. Is dat zo? Ja, absoluut. Ik ben helemaal ontroerd, joh. Wat een gek. Dat meen ik echt. Dat heeft hij nooit tegen me gezegd, maar dat is wel zo. Ja, het is absoluut zo. Ik doe alles met mijn emotie. Niet met mijn ratio. Maar dat zei ik er net wel tegen iemand. Dat is voor mij heel, heel... Ja, dat bestaat niet. Met mijn hoofd denken. Ik doe het met mijn hart. Ja. Weet je nog waarom je 40 jaar geleden bent begonnen? Wat was dat wat in je zat, wat eruit moest? Wat eruit moest, dat realiseer ik me niet. Maar ik werd geconfronteerd in de wijk van mijn vader. Die was gewoon melkboer. Met een edelsmid. En dat vond ik zo mooi. Dus gewoon lekker werken. Werken is het niet, maar doen met je handen. Dus je emoties uiten. En vond ik gewoon leuk. En dat werd dan opeens creatief of tussen haakjes kunst. Of als zodanig door mensen gewaardeerd. Waren dat meteen juwelen of die kant op sieraden die je ging maken? Ja, sieraden wel. Ik ben dat weet ik van mezelf, een krankzinnig strebertje. Ik wil gewoon dan het beste. En toen dacht ik al van, als je de beste van de wereld wordt, waarom ook niet? Gewoon hup, ernaar streven. Dat heb ik dus twee keer gered, de beste sieradenontwerper van de wereld. Dan denk ik, bingo, dan moet het nog eens een keertje de derde keer zijn, maar niet te snel achter elkaar. En dat heb ik nu bijvoorbeeld met schilderen ook. Dat is gewoon een passie. Dan noem ik dat maar heel baldadig, goudsmitteren. En s'avonds duik ik in mijn kokonnetje. En dat is hier. En dan ga ik lekker schilderen. En dan uit ik me. In mijn kokonnetje, zeg je? Ja. Ja, in mijn kokonnetje. Je hebt iets met kokonnetjes. Ja, kijk, sowieso de basis van het waarom ik vlinders schilder is dat ik ze al jaren in mijn buik heb. En ik kan het niet aanraken, maar ik kan het wel strelen. Dus daarom schilder ik het. En daarnaast, vlinder is het fantastischste dier wat er bestaat. Hij gaat door een bepaalde levenscyclus van eitje naar rups. Dan sluit hij zich op in iets wat wonderlijk is, dat is een balkon. En dan heeft hij een gigantisch even gestrijd en dan komt hij eruit als het allermooiste wat er bestaat. En ik relateer dat ook heel veel neer naar hoe ik zelf ben geweest. Een strijd. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi in je leven. En ik zie het ook bij andere mensen. Die hebben een strijd in hun leven en een bepaalde leeftijd. En hoe lang nog meer kom ik erachter, dat is zo rond de 35ste tegen de 40 staan. En dan, als je dan de kans hebt om dan te vlinderen, of te zijn, of te weten wie je bent, dat is dan heerlijk. Zijn hoofd zit vol met van alles, en alles moet eruit. Extravert, zelfbewust, en oprecht op zoek naar vormen die sieren. Jos Peperkamp creëert betovering. Alsof bijvoorbeeld titanium een eigen wil heeft, laat Jos het materiaal bepalen wat er gaat gebeuren. Ik denk echt dat ik een golfslag wat aan drank heb opgesopen in mijn leven. Tot 3 jaar geleden. Stoppen ermee. Toen zag ik een mooie meid, denk ik, voor jou alles anders. In mijn gevoel. Heel leuk is dat. En toen ging het ook anders. Hoe komt het naar binnen bij je, die inspiratie? Dat je dat zo maakt, hoe komt het binnen? Zeilen, fietsen? Nou, dan zit je weer. Dan zit je aan een hele diepe vraag. Hoe komt dat? En die vraag is niet gerepeteerd, dus ik moet hem uitmalen. En dan denk ik opeens aan eigenlijk twee elementen. En dat is mijn overdracht die ik heb in mijn gevoel, weet ik zeker, met mijn overleden vader 25 jaar geleden. En ik weet zeker dat hij ervoor gezorgd heeft dat ik hier zit. Dat weet ik zeker. En de lef dat ik het deed, komt door de inspiratie van mijn vriendin, Clark. Ik schilder 1,5 jaar geleden een vlinder, een dagpauwoog. Daar ben ik gewoon een nacht en een dag en een nacht mee bezig. Ik heb dat schilderij klaar en ik zie op de gordijnen van mijn woonkamer
zie ik een vlinder, ik loop naar die vlinder toe en ik leg mijn vinger gewoon bij het gordijn waar hij tegenop zat. En hij loopt zo over naar mijn vinger, die vlinder. En ik loop naar buiten, ik zeg, je moet niet binnen, je moet naar buiten. En hij blijft op mijn vinger zitten en ik loop naar buiten en ik zeg, hup, ga weg, 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 ga nou weg. En hij blijft op mijn vinger zitten met zoveel bewegingen. Dus ik blaas tegen hem aan. Ik zeg, oh, je bent een dagpauwoogje, ik heb je vannacht geschilderd. Ik zeg, dan loop ik even naar binnen en dan laat ik je even het schilderij zien. En geloof me echt, hij blijft zitten. En ik zeg, kijk, dit is een oogje, dat is een oogje, dat is een oogje, dat is een oogje. Kijk, en dat ben je helemaal. En nu ga je naar buiten, nu ga je vlinderen. Er is geen circus die dat kan doen. Je kan het doen met een leeuw, moeilijk op je vinger, maar toch. Maar snap je wat ik bedoel? Mijn vader was melkboer en ja, dan bracht hij melk. Hij vroeg niet eens, hallo Marietje, wat wil je hebben? Hij bracht het er gewoon heen. Ik denk, nou, wat een groot hart, maar niet bespraakt. Je kon dus geen tekst echt van hem krijgen. Het was gewoon een melkboer. Ik denk dat ik moet leren om niks te zeggen. En mijn vader was denk ik veel, veel wijzer om niks te zeggen, maar te doen. Zijn hartsuitstraling. Maar ik voel dat aan. Dat is nog niet af. Dat zijn, ja, die dingen die maak ik gewoon in mijn hum. Dit is mijn hum eigenlijk, ja. Mijn kokon. Nou, dit is mijn laatste. Versteende liefde. Gigantisch emotioneel voor mij. Maar ja, lekker. Maar zo heb ik nog tientallen schilderijen. En alles is een verhaal. Ik kan dus ook in dit geval, wat dit laatste doek, geen versteende liefde maken in vlinders. Het is veel dieper geworden, veel dieper. Ik doe het zeker niet van me af. Ik doe er wat mee. Ik uit me daarin. Jos geeft. Bijvoorbeeld straks tijdens de kunsttiendaagse. Iedere bezoeker van Arteja krijgt een cadeautje in samenwerking met Sportschool Dynamic Fit. Het is namelijk zo, ik heb een schilderij gemaakt op de sportschool van 50 bij 15 meter hoog. En dat is de klimwand. En die mag iedereen dan, als ze dus bezoekers zijn geweest op de kunsttiendaagse in oktober, mogen ze in november de klimwand beklimmen. Het zal zo'n 20 jaar geleden geweest zijn, 22 jaar geleden, dat ik van een klant van me een stuk metaal kreeg. Ik vraag aan hem, wat is dat? Hij zegt, dat is titanium. Ik zeg, ja, wel eens van gehoord, maar poef. Wat moet ik ermee? Dus ik zette mijn zaag in, zaag kapot, mijn vijlbot. Ik denk, nou, kan ik niks mee, maar hallo, natuurlijk kan ik er wat mee. Maar hoe? Dat heb ik ruim een jaar, rondom een jaar in mijn zak gehad. En opeens was het er. Ik heb er wat van gemaakt. Ik heb dat desbetreffende, wat ik van het materiaal gemaakt heb, heb ik opgestuurd naar een wedstrijd, een Nederlandse sieraden ontwerpwedstrijd. En ik won daarmee de eerste prijs. De winst zijn werk laten doen. Ja, dat kan niet anders. Dat is ook weer zoiets. Dat gebruik ik zoveel, de winst zijn werk laten doen.